Yo, what's up guys? Welkom bij alweer de tweede wedstrijd van Nederland tijdens dit EK. En uiteraard gaan we ook deze van vandaag, vanavond 9 uur, Nederland-Oostenrijk gaan voorspellen. Ik heb inmiddels de selecties geüpdate, dus nu komen ze 100% overeen met hoe het eruit gaat zien vanavond. En ik ga wat veranderingen doorvoeren. En gelijk al een hele controversiële. Ik weet zeker dat meer dan de helft van jullie hier niet mee eens gaat zijn. Maar ik ga het gewoon doen. Timber, ten verveuren van Denzel Dumfries. En Matthijs de Ligt, die uiteraard terugkeert. Daar zal niemand op tegen zijn. Matthijs de Ligt, De Vrij, Daily Blind, Patrick van Arnold. En wat gaan we hier doen? Gini Wijnaldum. Die zet op 10. Die gaat achter de spitsen spelen. Martin de Roon, die haal ik eruit. Maar ik ga hier wel een verdedigende middenveld neerzetten. En dat doe ik met Frenkie de Jong. Die moet voor de opbouw gaan zorgen. En dan zetten we Ryan Gravenberg op deze plek. Kan ook Davy Klaas eventueel worden. Ik laat hem ietsjes inzakken. Zo om die balans op te zoeken tussen Wijnaldum en Frenkie de Jong. Wout Weghorst begint uiteraard weer. Samen met Memphis Depay in de spits. En, even kijken. We moeten gaan spelen in de Johan Cruijff Arena. Night zou ik zeggen. Summer, zeker. Ik denk day. Want het begint om 8 uur, dan is het echt zeker nog wel licht. Day, summer, here we go. Daar zijn we in de Johan Cruijff Arena. Overvol, dat zal vanavond niet zo zijn. Er zullen wel gewoon mensen zijn, supporters. The backdrop here, picturesque, en hier staan we bij Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum die helaas, althans voor mij helaas, naar Paris Saint-Germain gaat. En niet FC Barcelona. Hoewel dat er lang op leek dat dat zo zou zijn. We moeten maar gaan zien. De volksliederen. Amsterdam. Met David Alaba, die hier centraal achterin speelt bij Oostenrijk. In ieder geval een PES. Got the juices flowing, and now this. Even wat screenshots maken voor de thumbnail. Matthijs de Ligt die dus terugkeert. Moet een belangrijke speler geworden tijdens dit toernooi. Wat is Wijnaldum klein, hè, vergeleken met De Ligt en Stekelenburg. Grappig om te zien. The Netherlands lining up in what very much looks as though it's going to be a 5-3-2. Well, it's an attempt. Het is een 5-3-2. Al vaak genoeg besproken. We moeten hiermee doen. En dus gaan we ook tijdens de voorspellingen een 5-3-2 spelen. Kan natuurlijk dat halverwege de wedstrijd verandert. Als de wedstrijd daarom vraagt. Maar we gaan even uit van de filosofie van Frank de Boer. So, vandaag, 9 uur de wedstrijd tegen Oostenrijk dus. Staat nog niet belachelijk veel op het spel. Met een overwinning zijn we eigenlijk zo goed als zeker door naar de volgende ronde. Dat moet lukken tegen Oostenrijk, zou je zeggen. En hier een goede steekbal, maar er wordt niet echt op gelopen. Maar oh! Telde hem al bijna. Goeie voorzet van Ryan Gravenberg. Die in eerste instantie de bal lijkt te verliezen, maar daarna gewoon doorzet. En de voorkeur geven. En eigenlijk moet deze dan toch wel op goal zijn van Memphis Depay. Doodzonde, eerste grote kans van Oranje. Al in de derde minuut. Er is in de voorbereiding
En ook in de voorbeschouwing en tijdens de wedstrijden veel te doen geweest om, om Wout Weghorst. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Wout Weghorst is niet mijn type spits hoor. Oei, wat een heerlijk doelpunt is dit zeg. Ongelooflijk. Wat schiet hij hem snoeihard binnen. Een heerlijk begin van Nederlands elftal. Wat dan vroeger bij 1-0 voorsprong komt. Maar toch wel een van de sterkhouders op dit moment. Memphis Depay. Goeie bal hier ook van Wout Weghorst. We hadden het net over Wout Weghorst. Een type speler die ik niet zozeer bij dit oranje vind passen. Wel een type speler die we zeker goed kunnen gebruiken. Maar als je dan met een Wout Weghorst gaat spelen. Dat is een keuze natuurlijk. Want we hebben ook Donny Malen bijvoorbeeld. We hebben Luc de Jong. Maar dat vind ik toch meer een 4-3-3 spits. Misschien is Wout Weghorst dat in de basis ook wel. Maar hij heeft zeker een aantal kwaliteiten. Pikt zijn doelpuntjes mee. Er moet dan alleen wel beter gebruik van gemaakt gaan worden. Als je Wout Weghorst opstelt. Veel voorzetten. Hoge ballen. En die man is 3 meter. Dan maak je een kans. En wanneer je dan met een Memphis Depay en een Donny Malen speelt. Dan kan je de korte combinatie in tikvoetbal spelen. Niet met Wout Weghorst. Dat is gewoon niet zijn, dat is gewoon niet zijn kracht. The Netherlands making the ideal start. It is something to build on. Dus in een ideale wereld zou ik veel liever Donny Malen in de spits zien. Wil ik dat mooie voetbal vind opleveren. Maar ik begrijp de keuze voor Weghorst. Ik begrijp het. En Oostenrijk lijkt hier de bal niet kwijt te kunnen. Speelt achterin. Weet toch een opening te vinden, Alaba. En begint langzaam aan de opbouw. The Netherlands scored early, hier afdekken. Geeft ze geen kans. En eerste schot op doel. Stekelenburg hoeft nauwelijks in te grijpen. Was niet heel gevaarlijk. Dus een hard schot. Maar recht in de handen van de keeper. En wat doet Wout Weghorst hier nou? Hij pakt gewoon de bal van Gini Wijnaldum. Tweede paal. Nee. Can he shoot? Och. En hij probeert hem daar aan te nemen ofzo. Er gaat iets goed mis. Matthijs, het ligt net te laat. We hadden het al heel even over Gini Wijnaldum natuurlijk. Maar we moeten het ook heel even over Memphis Depay hebben. Want de transfer van Memphis Depay. Oh, jezus. Wat een paasje. Oh, wat heerlijk gespeeld zeg. En in de 25e minuut komt Nederland op een 2-0 voorsprong. Door een prachtige paas van Memphis Depay, denk ik. Ja, hier komt hij. Prachtig gestoken. En Wout Weghorst kan hem eenvoudig intikken. Wat een heerlijke bal. Goede loopactie ook van Wout Weghorst. En ik druk net te laat op de screenshot button. Maar wat ik wilde zeggen is, Memphis Depay, die lijkt naar Barcelona te gaan vertrekken. En niet heel lang geleden kwam natuurlijk al naar buiten dat het shirt van Depay te koop was in de officiële shop van Barcelona. Dat leek natuurlijk op een fout. Maar Ronald Koeman heeft het inmiddels eigenlijk zo goed als bevestigd. Hij is volgens mij deze week in Groningen voor de onthulling van het standbeeld van zijn vader. En liet daar eigenlijk al bij monden weten dat Memphis Depay zo goed als rond is met FC Barcelona. Al was Wijnaldum dat ook, natuurlijk. Dat moeten we niet vergeten. Daar kwam last minute nog heel even Paris Saint-Germain tussen. En jongens, ik hoop echt voor Wijnaldum dat hij daar hoge oog gaat gooien. Maar ik moet het nog maar zien. Ik hoop het wel natuurlijk. Ik ben een fan van Wijnaldum. Naar de manier waarop hij speelt. Maar ook de persoonlijkheid. En dat was te zien. Het was overduidelijk dat we daar voor een 1-2 gingen. Oh, daar gaat het even helemaal mis met Ryan Gravenberg. Komt nog niet echt voor in het spel hier. Baumgartlinger.
Maar ik moet nog maar zien of Wijnaldum een basisspeler gaat worden. De kwaliteit heeft hij in ieder geval, maar de concurrentie is groot. Ik vind het echt jammer dat hij niet naar Barcelona gaat. Je had hem veel beter kunnen gebruiken, terwijl Memphis Depay hier op de lat kopt. En Paris Saint-Germain poelde een Barcelonatje. Zoals Barcelona dat destijds deed bij Frenkie de Jong. Die leek op zeker naar Paris Saint-Germain te gaan. Totdat Barcelona zich daar ineens meldde. En Frenkie de Jong, ik vind het oprecht één van de beste middenvelders ter wereld. Nu denk ik dat dat niet zo'n hele controversiële uitspraak is. Maar het is ook echt een heerlijke speler om naar te kijken, zeg. Zijn voetbalstijl. Zo flegmatiek. Dit is een hele slechte voorzet. Breaks on here. Oostenrijk kan nog weinig potten breken. Terwijl Nederland hier op zoek gaat naar een derde goal. Er werd daar goed gelopen door Patrick van Aanholt, maar ik kon de bal daar niet krijgen. 2-0. Memphis Depay en Wout Weghorst. Spitsenduo doet het hem vooralsnog voor Oranje. Gaan toch in de rust wel wat veranderingen doorvoeren. Gaan we wat aanvallende spelen. Dan veranderen we de backs in middenvelders. Ook Patrick van Aanholt. Al zal hij blijven staan. En zetten we daar Steven Berghuis. Hopelijk kan hij het gaan doen. En we zetten Donjan Malen erin. Voor Wout Weghorst. Waarbij Memphis Depay een schaduwspitsrol gaat zitten spelen. Hopelijk gaat dit meer doelpunten opleveren. Veldspel, we zijn dominant. Maar het is nog niet echt heel erg leuk om naar te kijken. Kijken of we met deze veranderingen daar verandering in kunnen brengen. Het was ook wel heel duidelijk dat ik daar een sliding ging doen. Het was eenvoudig te omzeilen. Kom op. Patrick van Aanholt is natuurlijk transfervrij. Geruchten brengen hem in verband met Ajax. PSV schijnt geïnteresseerd te zijn. Geef hem hier voor. Nee. Helaas. Grote kans. Maar werd prima onderschept daar. Wordt in verband gebracht met Ajax en PSV. Heeft natuurlijk ook een verleden bij PSV. Heeft Nederland ook bij Vitesse gevoetbald. Heeft daar geleend van Chelsea. Heeft het nooit waar kunnen maken bij Chelsea. Crystal Palace wel. En ik denk dat hij, wanneer Ajax geen Owen Wijndal kan krijgen. Berghouse. Ik denk het niet namelijk. Simpelweg omdat het AZ is. AZ wil niet verkopen aan Ajax. En als ze dan verkopen aan Ajax, dan zal het voor een belachelijk bedrag zijn. Waarvan ik vind dat we die niet moeten betalen. En dan moet je met Patrick van Aanholt doen. Die is voetbaltechnisch misschien wat minder sterk als een Owen Wijndal. Maar hij heeft wel de power om de hele linkerflank te bestrijken. Zoals Tagliafico dat natuurlijk ook doet. Hier een bal op Ryan Gravenberg. Kan hij ervoor blijven? Ja, dat lukt. En opnieuw naastgekopt, dit keer door Gini Wijnaldum. Grote kans. Ik heb nu wel het idee dat we de flanken beter kunnen gebruiken. Want we hebben toch al in een kort tijdsbestek aardig wat voorzetten afgeleverd. Nederland, goed begonnen dus aan het toernooi. Was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Wel onnodig spannend gemaakt natuurlijk met die 2-2. Hoe we dat weggeven. Vrij kinderlijk. Maar kan gebeuren. Rug is gerecht. We hebben de wedstrijd alsnog over de streep getrokken. Kantje boord. Dus laten we dit goede gevoel vooral meenemen. Terwijl Oostenrijk hier tot een schot probeert te komen. Die net op tijd kunnen kraken. En Ronald Koeman deed ook nog wel even een duit in het zakje. Hij vindt dat Nederland iets te positief is. Nederland als in het land. De fans.
iets te positief zijn over Oranje. Hij beaamt natuurlijk dat winnen in de eerste wedstrijd een belangrijk onderdeel is. Maar dat er qua spel absoluut nog wat valt te verbeteren. Nou, daar kunnen we hem weinig ongelijk in geven natuurlijk. Yeah, and the creator in chief is unsurprisingly being treated as a special case now. En we gaan zien hè, of de aanwezigheid van Matthijs de Ligt daar verandering in gaat brengen. Stel je voor, het Nederlands elftal heeft al sowieso op papier qua namen een geweldige verdediging. Echt een geweldige wereldtop. Moet je nagaan als daar ook nog Virgil van Dijk bij was geweest. Als je achterin hebt staan Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Virgil van Dijk. Het zijn beukers hoor. Berghaus. Daar word je wel bang van. Berghuis hier. Gaat de achterlijn halen. Berghaus. En we koppen weer naast. En ik begin nu toch het gevoel te krijgen dat het echt een gigantische fout van mij is geweest om Wout Weghorst te wisselen. Want we beginnen nu eindelijk te spelen, zoals ik zei, hoe je Wout Weghorst moet bedienen. Nou, laten we hiervan leren en dat meenemen naar de volgende wedstrijden. Nog een kwartier te gaan. Nederland op een comfortabele 2-0 voorsprong. Wat ik al zei, puntje moet eigenlijk vandaag genoeg zijn. In een toernooi waarbij 16 ploegen doorgaan van de 24, komt het eigenlijk vrijwel nooit voor dat een ploeg met 4 punten uit 2 wedstrijden, uit 3 wedstrijden, laat ik het zo zeggen, niet doorgaat. Dus dat geeft vertrouwen. Maar toch willen we natuurlijk gewoon winnen vanavond. Ja, en een goede actie hier van Gravenberg, maar daar staat er niemand om die eindpaas op te vangen. En dat gaat toch aan alles en iedereen voorbij. Een simpel intikkertje. Oh, en dan misschien Oostenrijk hier met een tegenstoot. Blind die zijn hele lichaam in de strijd gooit. Oostenrijk verovert de bal weer. En mag hier opnieuw schieten. Claimt hier een penalty? Of baalt in ieder geval van zijn misser? Grote kans weer. Pakken hier de bal. Ja, en kan dus toch goed inschieten. Stekelenburg pakt hem dan wel weer lekker. 7 minuten te gaan. You know, he can't really have any complaints at being withdrawn. There must have been at least 5 efforts at goal that were underwhelming. Ja. En nu counteren. 2-2. Nee! Oh. Ik wilde hem steken, maar duurde veel te lang. Dat zag er niet goed uit. En dit is ook geen goede aanname. Jezus. Wat krijgen de Oostenrijkers dan toch een boel kansen hier nog vlak voor het einde. Lijken inmiddels het knopje te hebben omgezet. Maar we weten vooralsnog geen potten te breken. Wel gevaarlijk. Zetten die druk, zoals je kunt zien. En het is helemaal kwijt bij Nederland zelf al. Pases gaan mis. Gelukkig hier ook bij Oostenrijk. Memphis Depay. En dan Nederland nog één keer met een counter. He's left his man. Memphis Depay. Hoppa! Over en uit. Sloes. Memphis Depay. Gooit de wedstrijd op het slot. 3-0. Jantje. Met een heerlijk doelpunt. Echt een prachtig doelpunt. Uit de counter. Ik zat nog te kijken, moet ik hem hier in de spits aanspelen? Nee, gewoon naar binnen kruipen en schieten. En hier kan de keeper weinig gaan doen. Die bal gaat zo ontzettend hard. Goede loopactie hier van Memphis Depay die in de bal lijkt te komen, maar vervolgens op tijd wegdraait. En dan hier, ja, alle ruimte heeft natuurlijk. Heeft zijn directe tegenstander afgeschud. Hij maakt hier de 3-0 van. Memphis Depay. The Netherlands take a 3-goal lead and they are toch wel een speler ook die altijd het voortouw neemt in het Nederlands elftal. Ik vind hem echt een leider geworden. Alaba. Dat had ik een paar jaar geleden absoluut niet durven te zeggen. En dit is hem jongens. Nederland
Oostenrijk 3-0. Twee doelpunten van Memphis Depay. Eén van Wout Weghorst. En hiermee zijn we eigenlijk geplaatst al voor de volgende ronde. De achtste finales van Euro 2020 in 2021. En wij hebben hier voorspeld in PES 2021. Drop je voorspelling hieronder in de comments. Laat weten wat jij denkt dat het gaat worden. En mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. Bedank je alvast daarvoor. En heel veel plezier bij de wedstrijd van vanavond. Later jongens. Ciao.